Hallo allemaal, ik ben Hilde ten Katen van To The Point Acupunctuur en vandaag wil ik het met jullie hebben over yin en yang. In mijn praktijk werk ik natuurlijk met yin en yang. Dat is de basis van Chinese geneeskunde. Veel mensen denken dat iets yin is of yang is, maar zo is het niet. Of iets yin is of yang is afhankelijk van de omgeving. En hoe dit precies zit, ga ik jullie vandaag uitleggen. Een tijdje geleden heb ik een voorbeeld gemaakt om het verschil te laten zien tussen yin en yang. Als je water vergelijkt met vuur, dan is het yin, want het is vloeibaar. Het is dus iets vaster dan vuur, want vuur is veel ijler. Is meer een gas, hè? Dus meer, daar kun je doorheen kijken. En water kun je ook wel doorheen kijken, maar op een andere manier. Het is toch wat dikker. En water is ook kouder. Het kan zelfs het vuur koelen, hè? Het kan het temperen. En het vuur is dus ook veel sneller, is ook wat bewegelijker dan water. En als je dat water dan weer vergelijkt met ijs, dan is dat weer net andersom. Dan is water juist weer janger. Want water is dan het bewegelijke en het ijs is vast. En het ijs beweegt niet, maar is ook zelfs kouder dan water. Want als water bevriest, dan wordt het ijs. Dus dan is water weer janger, bewegelijker, warmer. Zet je water tegenover waterdamp, dan is het weer yin. Want waterdamp is weer veel ijler, veel dunner dan water. En is ook weer veel warmer dan water. Zo zie je maar weer dat water allerlei vormen kan aannemen, waarin het ook weer yin is of yang is ten opzichte van zijn omgeving. Waarom is dit nou zo belangrijk? Nou, als acupuncturist werk je met yin en yang. Je wil de balans in het lichaam zoveel mogelijk goed hebben. En met zoveel mogelijk bedoel ik ook echt zoveel mogelijk. Want het kan niet zo zijn dat er echt een pure balans is. Dan zou het lichaam namelijk stilvallen. En we weten allemaal dat dat niet goed is. Dus je wil de schommeling tussen yin en yang zo klein mogelijk hebben. En dat is waar ik de hele dag mee werk. Dus ik heb het wel eens in de praktijk over iets tekort aan yin of een beetje te veel yang. Of, nou ja. En dan ben ik dus eigenlijk bezig met het balanceren van het yin en yang. En dat is dus ook waar Chinese geneeskunde op gebaseerd is. Want zolang die schommeling zo min mogelijk er is, zul jij je het beste voelen.